Goedemorgen, traders. Dit is het marktcommentaar van zondag 26 juni. Vorige week, eh, zaterdag was dat, heb ik aangegeven dat ik voor deze week en wel het begin van deze week, dat wil zeggen de eerste helft van deze week, een dagcyclusbodem verwachtte voor de eh, aandelen indices. Nou, we gaan eens kijken, als we kijken in de DAO. De bodem is gezet op 17 juni. Dat is dus de vrijdag geweest. Um, op dat moment is dat natuurlijk nog niet te zien. Kijk, het is hier rood. Inmiddels zien we hier een, een, een duidelijke bodem. We zien ook dat die Double Stochastics hier heel mooi die bodem af aangaf. Dus we kunnen in principe stellen dat de, um, het scenario van bodemvorming dat dat netjes is uitgekomen. En de grote vraag is natuurlijk, um, wat voor type bodem is dit nu? Want um, als we even teruggaan naar het basiscenario. Het basisscenario gaat ervan uit dat wij hier een weekcyclusbodem gezet hebben. En dat die weekcyclusbodem nu week 17 telt. En dat de lowdown dus op week 16 zou worden gezet. Wij gingen er altijd van uit: gaan er vanuit dat we uiteindelijk gaan bodemen op rond de 20 bars. Hè, dat is het gemiddelde. En dat is medio juli. Dat kan een week later zijn. Maar rond medio juli met een L. Maar dus de komende maand. En um, als je dan kijkt naar de onderverdeling. Dan, dat zet ik even dan links. Eén weekcyclus bestaat dus uit twee cycles van elk twee dagen. Dus twee daagse cycles. Nou, je ziet hier dan al. Dat ga ik even markeren. Dit is dus het begin van de weekcyclus. Die gaat tot hier, dat is dus 30 bars, en dat is dus de mid-cycle loop van de week. En dan zouden we vanaf hier verder gaan na zeg maar um, medio juli, en dan zitten we, als we rond het gemiddelde uitkomen, zitten we rond de 18-19 bars, dan zit je zeg maar rond de nou, 18 juli zo'n beetje, en dat is dus medio juli. En dat betekent dus als je hier nu kijkt, ik zet het even iets naar beneden dat deze low hier, dat dit dus de mid-cycle is van de tweedaagse. Dus, dus dit is een tweedaagse cyclus. Twee van deze cycles maken dus een week uit. En zo'n tweedaagse cycle, ik zet hier even twee dagen neer, dus één koersbar is twee dagen, die bestaat weer uit twee cycles van twee normale dagcycli. En we hebben nu dus de derde dagcyclus gehad, dus, dus de eerste, tweede, de derde, en dat betekent dus als de telling normaal klopt. Dat we dus zeg maar vier dagcycles hebben. Vier tot vijf. Maar ik ga eruit van vier in, de, in deze weekcyclus. Dat dit dus de laatste weekcyclus is. Sorry, de laatste dagcyclus is van de lopende weekcyclus. Nou, Dan gaan we even terug. Dus dit is de week. En we gaan even terug naar de, naar de dag. Dat betekent, dus dat, de laatste, dat betekent dus dat de bodem, uitgaande van deze telling, de bodem nog niet gezet is. Dat dit is nog niet de bodem is van de weekcyclus. En dat we dus in de dagcyclus, we zitten nu op 1, 2, 3, 4 de bal, dat we dus in de komende week een high zouden maken, gevolgd door een low. En dat dat dan de uiteindelijke bodem is waarna we een ready kunnen krijgen die meerdere weken tot wellicht meerdere maanden. Kan duren. Maar, eh, er is altijd een ma op de beurzen. Want je weet, als het er makkelijk uitziet, dan ziet iedereen het. En de beurs maakt het ons nooit makkelijk. Er is altijd wel ergens een, een kronkel en kink in de kabel. En dus daar moeten we altijd rekening mee houden. En wat is die kink, die kink in de kabel dan? Nou, die mogelijke kink in de kabel ligt erin dat wij, en dat gaf ik net aan. Uh, in principe de mogelijke bodem al op bar 16 gezet kunnen hebben. Dat is in principe um, voldoende tijd voor een weekcyclusbodem. Dat kan. Uh, we zitten tussen de 15 en 25 bars met een gemiddelde van 20. Dus 20 is mooier, maar een cyclus heeft, heeft gewoon afwijkingen. Dat, dat is op zich mogelijk. Dus het is op zich denkbaar dat wij op uh, vrijdag, de week daarvoor dus, de low hebben gezet. En dat dit dus de eerste beweging omhoog is van zeg maar, de nieuwe weekcyclus. De nieuwe weekcyclus die dan een koersstoel zou hebben van minimaal de MA20. Uh, en ik verwacht ergens zeg maar, minimaal in deze zone. En dat zou dus betekenen dat we nog een 2000 punten opwaartse potentie zouden hebben. En dat is best wel, best wel wat. En dat is dus in ieder geval genoeg voor een longpositie. Nou. Um, als we dit afzetten tegen het scenario dat dit de laatste dagcyclus zou zijn, gevolgd door een lage loop, en we weten dat de gemiddelde um, pullback in principe niet veel verder komt dan de MA20, dat zagen we hier, dat zagen we hier, um, dit was in die zin een kleine uitzondering, want dit was een tweedaagse bodem, hè, tweedaagse, dit was de mid van de week. Dus dat is een, een wat grotere cyclus, maar een normale dagcyclus kwam in deze bear market niet verder dan de MA20. Dat betekent dus dat als dit inderdaad de laatste dagcyclus is, en dat zou moeten zijn volgens de normale telling, als de telling zeg maar ideaal loopt zoals het tussen aanhalingstekens hoort te zijn, dan komen we niet verder dan de MA20, rond de MA20. Iets te onder, iets te boven, zeg maar vergelijkbaar met wat er inderdaad, uh, hier hebben en dat zou betekenen dat we dus maandag, dinsdag mogelijk al een ommekeer krijgen en dat zou dan weer passen in de week. Want wat zagen we in de week? <coughs> we zagen in de week dat deze pullbacks één flinke opbaanse bar opleverden, dat is deze, dat is deze hier en dat is deze en dat we daarna eigenlijk um, of meteen weer naar beneden gingen of dat we even een paar dagen gingen consolideren. En dat we daarna dus naar beneden gingen. Nou, hoe weet je nou wat wat is? Ja, Dat is inderdaad een beetje lastig. Want uh, intraday kun je dat inderdaad vaststellen. Want intraday zie je al bijvoorbeeld dat de kortere cycles op een bepaald moment misschien uh, left translation opleveren. Dat die een snelle top opleveren. Dat die bodem wordt gebroken. En dat je ziet, hé, hey, dit begint al bearish te worden. Als uh, swingtrader die alleen maar op end of day basis kijkt, is dat lastig. Want wanneer weten we nu, als uitgaande van deze chart, dat, de, um, dat dit inderdaad de laatste cyclus is, bearish, dat weten we in principe eigenlijk pas onder de low van de candle van vrijdag. Dus als we nu even uh, zouden moeten voorsorteren wat te doen, dan is het eigenlijk pas aantrekkelijk om een short positie in te nemen onder de low van vrijdag. Je kunt het nog ietsjes verscherpen onder, zeg maar, twee derde, Tweederde van deze groene candle. Want wij uh, zeggen in de price action theorie: als een flinke groene kleur twee derde heeft verloren, dan is eigenlijk de bullish controle verloren en dan nemen de beren het als het ware over. Dus als we twee derde zouden terugzakken, zeg maar onder dit niveau, laten we zeggen 30,800 zo'n beetje, um, dan hebben wij bewijs dat dit de top is en dan zou je short kunnen gaan met als koersdoel een lagere low, met als tijdsdoel ergens tijdzone medio juli. Dus nog een, een twee, drie weken uh, zeg maar naar beneden. Nou, het nadeel is: je hebt hier best wel een grote stop. Uh, aan de andere kant, er is hier nog potentie tot een nieuwe low en waarschijnlijk nog verder. Dus dit is een trade die ik in principe wel zou willen doen, alleen met een kleine positiegrootte. Waarom kleine positiegrootte? A, omdat deze beweging per saldo al behoorlijk onderweg is. Um, en het kan natuurlijk altijd zijn dat dit inderdaad de bodem is. En dat we uiteindelijk een hogere bodem hier krijgen of een test. En dat we dan uiteindelijk echt naar, naar boven gaan. Het punt is: deze neerwaartse trend is al aardig volwassen. En op het moment dat je in een latere fase van de trend uh, nog een positie met de trend mee inneemt. Dus in het casu hier short. Dan. Uh, vind ik het zelf verstandig dat je de positiegrootte wat uh, terugbrengt, omdat je natuurlijk de, de maximale potentie is eigenlijk al bereikt. Hè? De, de, de meest mooie stukjes naar beneden, die heb je al gehad. Hè? Die liepen van daar naar daar, die liepen, lopen van hier naar hier. En natuurlijk kan het altijd nog verder gaan, maar uh, een trend houdt een keer op. En uh, zeker als je in de buurt komt van een mogelijke bodem, waar alles al een beetje in de tijdzone staat, plus, minus, dat daar een. Wat belangrijkere bodem gezet kan worden. Dus voor nu moeten we volgens NOG stellen, we, we kunnen volgens NOG vasthouden aan het bear scenario, namelijk dat dit nog niet de bodem is en dat deze dagcyclus de laatste eh, zal zijn van de totale weekcyclus en dat we daarna uiteindelijk een grotere beweging omhoog maken. En we weten wanneer we dat eindelijk daarop kunnen inspelen, namelijk onder twee derde van deze bar, of, als dit niet meteen maandag gebeurt, dat je bijvoorbeeld ziet dat we nog een beetje omhoog gaan, en dat we dan een flinke candle eh, omlaag zetten, rond die daalde m 20. Dat is het bearish scenario, uitgaande van het hoofdscenario, dat we dus nog één dagcyclus te gaan hebben, en dat dus de low nog niet gezet is. Er is natuurlijk een alternatief scenario, en dat alternatieve scenario, dat is dus dat dit dus wel degelijk de bodem zou kunnen zijn. Nou, wat kunnen we daar doen? Eigenlijk ook heel simpel. Als je zegt, nou, dit is de bodem, kijk, dan had ik aangegeven dat uiteindelijk dit wel de potentie omhoog is, minimaal. Want als dit een weekbodem is en we gaan misschien 5, 6, 7, 8 weken omhoog, ja, dan is dit best wel aan een koers toe. Dat is ongeveer 50% van deze daling. Dat zie je vaker gedurende een bear market, dat je minimaal 50% herstelt. En dan hebben we dus nog aardig wat potentie. Die potentie ligt dus zeg maar rond, rond hier. En stel dat je dus dan eigenlijk maandag long zou gaan. Stel je gaat maandag long en je legt de stop onder die candle of onder 2 derde. Kijk, dan, heb je, dan is dit dus je risico. Dus je risico is zeg maar 800 punten. 800 punten, en dit is jouw potentie omhoog. Kijk, dat is dus 1600 punten, en dat is dus een ratio van 2 op 1. En als je mijn webinar hebt uh, gevolgd van afgelopen donderdag, um, waar meer dan 200 mensen op hebben ingeschreven en ook hebben bekeken, dan weet je dat wij minimaal een verhouding van 1 op 1,5 nodig hebben. Dit is 1 op 2, dus dit is in principe een interessante trade. Eh, dus, dus dan zou je dus bijvoorbeeld maandag long kunnen gaan, vermits de opening niet eh, meteen een procent hoger ligt natuurlijk, als we zeg maar rond dit niveau of misschien iets lager gaan. De stop ligt op twee derde van die bar of misschien er iets onder, uh, en het koersen ligt uiteindelijk hier in deze zone rond die 33,200, 33,600. en dan heb je dus een interessante verhouding. Dus, dus hier ga je long met dit en hieronder draai je eigenlijk naar short voor een low, voor een nieuwe low, een test van de low en dan daaronder dus lager. En ik heb dat dus niet gedaan. Ik zit al een klein long intraday. Dat is het voordeel als je dus ook day trader bent. Dan zie je manier die structuur van de kleinere cycles hier bullish worden. Ja, dus dan zie je de 3 uur cycle, de 6 uur cycle. En dan weet je dat dit dus een dagcyclusbodem is. En dan kun je hier rond deze zone natuurlijk veel interessanter een, een loonpositie innemen. Klein weliswaar. Maar met een kleinere stop. Maar goed, ik bespreek nu de variant waar je op end-of-day basis kijkt. En dan hebben we dus geen intraday koersen uh, of kortere cycles. Omdat je dan vaker moet kijken. En dan zou dus dit scenario wat ik heb aangegeven, hier. Of hier. Dat zou dus. in denk ik wel interessant zijn, want dan, profiteer, dan kun je twee kanten op en we hebben ook een duidelijk marktlogisch referentiepunt voor onze stop onder twee derde van die bar of onder de low. Daar zou je dan inderdaad bewijs hebben dat dit dus de laatste uh, pullback naar boven is, dat we dan nog één keer naar beneden gaan. Gebeurt dat niet, hè, want deze candle, dit soort grote candles leveren steun aan de onderkant. Op het moment dat die candle stand houdt, dan Gaan waarschijnlijk omhoog en dan tekent zich inderdaad af dat dit de bodem is. Voor nu weten we het nog niet. Ik hou dus vooralsnog gewoon vast aan het, uh, aan het scenario dat we nog een nieuwe loog gaan krijgen. Want ik heb gewoon nog niet bewijs of overtuigend bewijs dat het niet zo is. Wanneer weten we dat nou uiteindelijk helemaal zeker? Nou, ook dat is simpel. Dat zet ik eventjes hier rechts de tweede neer. Kijk, en we hadden hier gezegd hè. Hier begint de week. En dit is dus één tweedaagse. 1. En dit is de tweede tweedaagse cycle. 2. Twee. En uh, dit was even de vraag: is dit nou de weekbodem of wordt die uiteindelijk hier gezet? Dat, dat is nu het punt van: wat, wat is dit? Is dit nu een tijdelijke opleving? Volgt er nog een beweging naar beneden of niet? Nou, stel dat dit inderdaad de bodem is hier. De weekbodem. Dan, mag de, uh, dan mogen we eigenlijk niet hierboven uitkomen. Oftewel andersom, uh, als we hierboven uitkomen, boven deze top, dan weten we zeker, 100% zeker, dat dit de weekbodem is. Waarom? De tweedaagse cycle, tweedaagse is hier um, ge, gezet, zet een uh, high neer, breekt dan door die cyclusbodem, en als een cyclusbodem snel wordt gebroken binnen 10 bars, dan weten we dat dit dus hierboven de top is. Stel dat de top wordt gebroken daarna, dan weten we dat dit ultieme low is geweest. En dat dit dus ook een cyclebodem van een hoge orde is. Dit is dan een zogenaamde vertekende cyclus, die is dus korter dan normaal. En je weet inmiddels dat kortere cycles, die dus eigenlijk 12 bars, 13 bars zijn... Of soms wel 10 bars die kunnen voorkomen. Maar alleen als er dus een, een cyclusbodem van een nog hogere orde wordt gezet. En dat zou in dit geval dan de weekbodem. Sterker nog, dat zou in dat geval zelfs de maandbodem zijn die ik hier laat zien. Hier, de maandbodem. En we denken als we uitgaan van de COVID crash, en nu dan zitten we al hier op 27 bars. Dus dat is op zich een telling waarvan we zeggen, nou, hier kan best wel een. Uh, en maandbodem gezet worden, deze of de volgende bank. Dus dat is eigenlijk een beetje het scenario. Um, we weten dus nu niet helemaal zeker um, wat voor type bodem dit is. We weten zeker het is een dagbodem, dat weten we 100% zeker. Is het een weekbodem? Vraagteken, dat weten we 100% zeker hierboven. Maar goed, dan heb je al natuurlijk enorm veel opwaartse beweging gemist. Zeker nog, dan hebben we al eigenlijk het koerspotentie bereikt. Dus dat heeft weinig zin om daarop te wachten. Vandaar dat ik aangaf, als je een trade wil doen, en nogmaals, dit is geen advies. Ik geef aan hoe de marktlogica in elkaar zitten. Dan zou hierboven rond dit niveau een long trade interessant zijn, hieronder de stop. Want dit is je risico, dit is je potentie omhoog, dit is minimaal anderhalf. En hieronder draai je in principe naar short. Als het meteen in één of twee dagen gebeurt. Of als we inderdaad um, hier rond die MA20. inderdaad op een bepaald moment een bar krijgen, zoals deze: dat hij een aantal inside bars uitneemt. en dat hij dan een duidelijke top laat zien. Dat zou natuurlijk ook een scenario kunnen zijn. Goed, dan gaan we naar de NASDAQ. De NASDAQ. Um, zet ik even hier neer. Dag, kijk. Die Nasdaq heeft een weekbodem gezet hier. En dat zien we in de daggrafiek links hier terug. En als we hier even kijken naar de dagcycles, dan lopen die dus mijns inziens als volgt. Dat markeer het je even um, van hier. Oh, even netjes opnieuw. Van hier naar daar. 23 bars. Dan vervolgens van hier naar hier, 18 bars. En dan tenslotte de volgende, die loopt van hier naar hier, 24 bars. Dus we hebben nu drie cycles: 1, 2, 3, 3 cycles. En de. Um, Logica zegt eigenlijk dat we dus nog één dagcycle te goed hebben. Want deze weekcyclus staat nu op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14e bar. Dus als dit de low is, dan zou die low op de 13e bar gezet zijn. Dat is vrij kort. Tenzij, weer, dit inderdaad de maancyclusbodem is. Maar een vertekende weekcyclus kom ik niet zo heel vaak tegen. En dat zie je toch vooral in de kortere, in de tweedaagse, in de, dag, in de dag, dagelijkse cycles of nog korter. Uh, bij een week zie je dat die toch vaak gewoon 15 bars is met een minimum. Maar vaak is niet altijd. Um, het is een optie. Maar um, wanneer weten we ook hier weer wat de definitieve low is. Als deze tussenliggende swing high echt wordt gebroken. He, want we zien in deze daling hier, dat al deze swing highs, dat die gewoon niet opwaarts worden gebroken. Um, eigenlijk hetzelfde verhaal. Als dit nou inderdaad de, de bodem zou zijn, ik hou alles even weg, waar kunnen we dan naartoe? Dan um, als we even hier uitgaan van wat interessante targets voor een herstel, dan zou je zeg maar hier in, dit, dit zou eigenlijk je eerste zone kunnen zijn, die dan de MA20 in de, uh, in, de, in de week. En daarboven hebben we dan eigenlijk deze zone, rond de 15.000. Nou, dat is nog een beetje ver weg, maar laten we dus even fixeren dat ons eerste koersdoel uh, de MA20 is. En, en zeg maar deze swingloos, rond de 13.200. Dat ligt dus hier. Nou, stel, we doen hier hetzelfde als bij de Dow, Dus stel, je gaat hier long. Zeg maar rond 12,2. 13,2 is 1000 punten opwaartse potentie. Wat is jouw uh, stop? Jouw stop ligt rond 11.650. Nou, dat is zo'n beetje 500 punten. Uh, is jouw risico, hè? van hier naar daar. Dus je hebt een verhouding van ongeveer 2 op 1, plus minus. Nou, dat is op zich interessant voor een, voor een trade. Zelfs als we dit niet halen en we halen zeg maar dit, dan is het anderhalf. En ook hier zie je eigenlijk hetzelfde. We zitten nu al op die MA20. Dit kan dus een trade opleveren zoals hier. Of zoals, zoals hier, dat we daarna even een aantal inside bars zetten en dan wegbreken. Um, dus hieronder, onder de loof van die candle, zou ik zeggen... We gaan inderdaad naar een nieuwe loos. En dit is dus niet de week. Dus de week zet ik even een kruisje. Um, gaan we verder boven die MA20 stabiliseren? Als we daar stabiliseren en we breken dan niet weg. Dan wordt de kans beduidend groter dat we inderdaad de bodem gezet hebben. En dat we dit koers rond 13.200 gaan aantikken. Uh, dus hier heb je hetzelfde scenario. Uh, als je long gaat nu rond de slotkoers van vrijdag of iets lager, ik weet natuurlijk niet precies waar we gaan openen, en je zet je koers toe rond die 10.200, en je zet je stop onder de low van die candle van vrijdag, dan heb je een 2 op 1 ratio, en onder die low van de candle van vrijdag, daar zou je dan, of 2 derde, dat zou ook kunnen, daar zou je dan in principe een short trade, daar zou je dus de positie kunnen dubbel draaien. En ik hoor dan al veel mensen zeggen, ja maar wacht eens even, uh, moet je eens kijken hoeveel risico heb ik. Ik heb 500 punten risico. Nou, denk ik zo so wat. Risico is niet absoluut. Risico is altijd relatief, want je kunt risico's duren met positiegrootte. Kijk, als ik op een, op een dagkendel um, uh, long of short zou gaan van, uh, van, van 100 punten. Um, of uh, ik ga long of short op een dagkendel van 500 punten. Dan kan ik daar hetzelfde risico van maken. Het risico in punten is inderdaad bij deze veel groter. Het is vijf keer zo groot. Maar als ik mijn positiegrootte en een uh, vijfde deel daarvan maak, dus 20% van de normale positiegrootte, dan kom ik uiteindelijk op hetzelfde risico in geld. En dat is natuurlijk waar het om gaat, is dat je in termen van geld hetzelfde risico loopt als dat je een trade doet op een kleinere kendel, een kleinere dagkendel. Dus je moet gewoon je aantal contracten, of je aantal opties, of je aantal aandelen, of wat dan ook, dat pas je gewoon aan, zodat je risico in geld altijd hetzelfde blijft, hè? Als, je, als dat je uitgangspunt is. Dus het risico is, is niet groter of kleiner, het is alleen groter of kleiner als je altijd hetzelfde aantal contracten zou doen, en de ene keer is de candle groter of, of kleiner, dan wordt je risico groter. Uh, maar in dit geval ga je gewoon je positie groter. Gewoon, uh, verkleinen naar bijvoorbeeld 1 vijfde deel van je normale. En dan heb je hetzelfde risico uh, in geld. Nou, dan gaan we naar de russel. Ook dit beeld is uh, zeer vergelijkbaar met dat van de Nasdaq. Kijk, dit is de dagchartje hier links. En dit is de weekcycle, de weekcycle of de, de eerste dagcyclus. Loopt dus dan van, uh, van hier naar daar. Dat zou, ja, dat is eigenlijk een lastig. Dit is een kortere. En dit is een, uh, een langere. Ik zou, ik zou zeggen, deze, dit is een eerste cycle hier. En vervolgens hebben we een cycle van hier naar daar. Dat is cycle nummer 2. En dan vervolgens de laatste die, dagcyclus. Die is 24 bars. Die loopt hier en die is ook. 1, 2, 3, 4, 5 bars, dus die vrijdag uh, vorige week, de week daarvoor moet ik zeggen, gezet. Dus wij missen nog in principe, als we even de cycles of de bars tellen in de, in de week, dan zitten we nu op barnummertje 16. Kijk, idealite is dus 20, vergelijkbaar met de DAO. De vraag is, is hier dus nog 1? Komt hier nog een, een, een dagcyclus achteraan? Nou, ik zal het hier kort houden. Het, het scenario is eigenlijk hetzelfde. Formeel weten we dat zeker als we hier boven komen. Maar dat is natuurlijk veel te laat. Qua um, price action, wat we wel zien, wat interessant is, is dat we hier een zogenaamde failure new high hebben. Kijk, kijk eens even naar deze grote bar hier. Dit is de low, swing low. En deze grote solide rode bar hier, hier... ...die gaat hier doorheen. Dus die maakt een nieuw low. Je zijn dus veel um, partijen opnieuw short gegaan. En wat gebeurt er? Die rode bar die krijgt geen vervolg. No follow through. En dat is een heel belangrijk principe in de price action. Dat als, je, en als de marktlogica eigenlijk zegt... ...ja, het is heel logisch dat we nu verder omlaag gaan... ...of omhoog. En vervolgens wordt de reden voor... Het waarom we omlaag zouden moeten gaan, snel uitgenomen. Dat zien we boven de haai van die rode bar. Dit is een zogenaamde red bar, takeout bar. Dan wordt dat gezien als een duidelijk omkeerpatroon. Dus we hebben hier een, een RBTO in combinatie met een, een failed breakout. Dat zijn hele sterke patronen. En vaak zie je dit soort patronen echt op een belangrijke bodem. Dus het zou mij niet verbazen als in de Russel dit inderdaad de weekbodem is. Want dit is qua price action een heel krachtig signaal. Weet ik het zeker? Nee, ik weet het niet zeker. Uh, zie mijn vorige commentaren. Hoef ik het, moet ik het zeker weten? Nee, dat hoeft niet. Uh, want uh, we gaan treden bottom-up. En dat betekent dus, uh, dit is een heel belangrijk price action koopsignaal. Als je nu long zou gaan in de Russel, hier long. En je zet hier, stop. Stop. En hieronder draai je weer naar short. Dan heb je een hele marktlogische reden. Want die groene bar hier, die neemt deze rode bar uit. Daar heb ik aangegeven, dat is een heel belangrijk uh, signaal. Want die rode bar die krijgt geen vervolg. En we hebben hier een failed breakout. Dus eigenlijk twee signalen in één. Als, dit is die, die bar die de marktpartij die in short zit eigenlijk uh, dwingt om de short positie op te geven. Als die groene bar nou weer helemaal wordt uitgenomen... Dan zitten die kopers weer helemaal gevangen, die zitten in een trap. En dan gaat alles weer vrij snel naar beneden. Dus we hebben een heel duidelijk marktlogische stop. Die ligt zeg maar rond de, nou zeg maar 1700, hier. We hebben een entry, die ligt rond de, wat is dit, 1765 zo'n beetje. En de vraag is, waar ligt dan het koers toe? Nou, het koers kunnen we uit de weekgrafiek halen. Kijk, een eerste koers ligt eigenlijk rond deze zone hier. Ergens rond die 1900. En dat ligt zo'n beetje. Um, hier rond, rond deze swing high. En dat betekent dus dat dit onze. Opwaartse potentie is. Dit is ongeveer. 130, 150 punten. Ik, zet, ik maak even 150 van. Voor de eenvoud. En dit is een risico van 50 punten. Plus minus. Dus dit is een. 3 op 1 ratio. Nou, dat is hartstikke interessant. Je kunt dus drie keer zoveel verdienen als dat je kunt verliezen in de relatie. En we hebben een heel duidelijk stopniveau. En waar we dus de positie dubbel draaien, dat is hier, waarna we alsnog een nieuwe low zouden kunnen maken. Waarvan we hebben gezegd, dan komt die koersstoelzone hieronder. Uh, die komt dan kijken. Dus is het aannemelijk dat de bodem gezet is? Vanuit de cyclustheorie zet ik een groot vraagteken omdat wij nog een cyclus tussen aanstekens tekort komen, maar cyclustheorie is niet heilig. Cycli zijn langer, ...cycli kunnen korter zijn. Daarom gebruiken we veel price action en price action, met name in de uh, in de Russel hier, geeft toch wel een heel erg boelisch uh, signaal aan met deze failure, veel uh, breakout en deze uh, RBTO, deze red bar takeout. Uh, dus als ik hier en long trade zou uh, doen. Ik zit al long in de Dow. maar in, in de Russel nog niet. Um, dan denk ik dat ik maandag nog een kleine swing long in de Russel neem. Om de hele simpele reden dat die ratio interessanter is. De ratio in de in NASDAQ was geloof ik anderhalf op één. In de Dow ook zo'n beetje anderhalf op één. Twee op één. Dit is drie op één. Dus dit is wel interessant om hier inderdaad een kleine long positie in te nemen. Let wel, hieronder draai je naar short. Dit is je stop. Stop voor je long en in principe een, een signaal voor dubbel draaien. Dus van long dat je dan naar short gaat draaien. Nou, dan gaan we naar de DAX. Um, DAX heeft, en dat, is, dat heb ik altijd aangegeven, nog steeds geen nieuw log gemaakt. Dat was ook niet primair de verwachting. Het kan natuurlijk nog, maar ik gaf al aan, de DAX was in de eerste beweging naar beneden al heel erg zwak. En uh, daarna heeft de, uh, hebben de US-markt het eindelijk overgenomen. We zien in de week keurig hier het m-patroon. En als we hier de telling gaan doen vanaf de vorige week, hier, vorige weekbodem, dan zitten we nu op 16 bars. Dus zelfde verhaal. Um, dit is de, de mid-cycle low hier. Um, we tellen hier 1, 2 dagcycles. 1, 2. Dit is de mid-cycle low. Van de week. En excuus voor het handschrift, maar ik probeer het met de muis te tekenen. En we hebben nu een nieuwe dagcyclusbodem. Er ontbreekt nog één cycle. Maar daar hebben we nu uitgebreid over gesproken hoe dat zit. Um, hier hebben we natuurlijk ook. bevestiging van een bodem is nog een groot woord. Um, de, de, de DAX heeft namelijk donderdag de laatste loog gemaakt. Terwijl de Amerikaanse beurzen. Die deden dat de vrijdag daarvoor al. Dus de DAX is uh, relatief uh, in de laatste uh, twee weken weer aardig wat zwakker geworden. Dus hier zou ik zeggen: er is een dagbodem. Waarom? Omdat A, de Amerikaanse indices, een bodem hebben uh, laten zien. En de Double Stochastics is hier echt boven de 40 gekomen. Dat is vaak een, een bodemsignaal. Um, is het hier interessant om een longpositie in te nemen? Mwa, vind ik niet zo. Als ik, uh, als ik kan kiezen tussen Dow, Nasdaq, Russell en DAX. Dan is de DAX in de laatste 2-3 weken duidelijk de zwakkere. Je ziet dat ook. Die heeft ook la later de bodem gezet. En uh, ik denk wel dat dit een dagbodem is. Maar ik zie hier eigenlijk ja, minder opwaartse potentie dan in de Amerikaanse indices. Uh, ook al zou het nog geen bodem geweest zijn voor de Amerikaanse indices. Dus, dus ik zie... Ja, hier een beetje moeilijk. Um, geen mooie aanknopingspunten waar we dan ook naartoe kunnen gaan. Dus ik houd je vooralsnog op dat ik uh, nog steeds hier vasthoud aan het basisscenario. Dat is dat we nog een lagere low moeten maken. Dat we dus nog een laatste dagcyclus krijgen. En um, als dit inderdaad zo is, dan is er nog potentie, zeg maar, voor de dag, voor de dag sorry, hier naartoe. Dus de, de DAX zou die gap kunnen vullen, hier, en dan komt hij komt ook hier die MA20 tegen, en daar zouden we mogelijk een short trade eh, kunnen doen, gericht opnieuw loos. Dat zal misschien een paar dagen duren, mogelijkerwijs. Ik denk niet dat hier, als dit de dagbodem is, dat de top al meteen op dag 1 staat, dat zie je vrij zelden. Meestal zie je een top, een, een bearish cyclus top, ergens tussen 3 en 8 bars ontstaan, dus mogelijk dat we hier volgende week nog wat meer over kunnen vertellen. Goed, dan gaan we naar het goud. Daar wil ik niet al te lang blijven staan, want het is gewoon één grote rommel. Uh, en ik vind het altijd prachtig hoe de goudkevers op, uh, op Twitter. Uh, allemaal uh, fundamentele standpunten brengen waarom goud toch eigenlijk veel hoger zou moeten staan gezien de inflatie, want het is toch een inflatiehedge. Ik heb dat al in eerdere vlogs gezegd, maanden terug al, goud is geen inflatiehedge. Als je de historie van het goud bekijkt, dan is, hedge een, dan is, uh, sorry, is goud een hedge tegen uh, oorlog en politieke onzekerheid, dat wel, maar niet tegen inflatie. Um, soms is het een correlatie, soms weer niet. En je ziet, je ziet we hebben inflatie van uh, 8, 9, 10 procent. Kijk je naar bijvoorbeeld de 50 elementaire uh, levensmiddelen. Heb ik uh, volgens mij woensdag, donderdag gelezen, dan hebben we zelfs 15 procent inflatie. En zie wat goud doet: goud doet helemaal niks. Sterker nog, uh, dit lijkt dus de weekcyclus te zijn. Het begin van een weekcyclus is per definitie altijd het meeste boelus. En dit is dan, dus dit is die week, mogelijk, dit is de dag. Dit is dan alles wat goud kan produceren. Nou, dat is niet heel erg veel. Dus tenzij we nu een hoge bodem hebben en dat we nu gaan knallen, um, begint het er zelfs uit te zien dat dit op een of andere manier mogelijk zoals een bearish cyclus gaat worden en dat we uiteindelijk die hele low hier nog een keer gaan testen. Dus ik ben helemaal niet boelisch. Daar ben ik ook in de weken daarvoor niet geweest. Ik heb gezegd, als je iets doet, dan is mogelijk zilver interessanter, niet het goud. Maar laten we even terugkeren. Hoe weten we nou dat we hier een hoge bodem maken? Dus dit is de mogelijke week. Het is heel simpel, dan moeten we hier boven 1880 uitbreken. Dus we moeten deze solide rode bouw, die moeten we uiteindelijk opwaarts uitnemen. Dus dan, dan neem je dit uit en dan kunnen we richting de 1980 in principe. Opstomen. Het ziet er nog niet naar uit. Het ziet er erg zwak uit. Als we die low breken rond de 1810 van deze dagbodem, dan is dit een dagbodem, dan is dit een tweede dagcyclus, die faalt dan al. En dan is de kans groot dat dit al inderdaad de weekcyclus top is. En dat we uiteindelijk deze low rond de onderkant hier van deze grote training range gaan testen. En die ligt. En uh, dikke 100 uh, dollar lager. Dus dat zou mogelijk een interessant punt zijn om zelfs een short-positie in, in te nemen. Kijken we <coughs> Pardon. even naar het zilver. Zilver heb ik, roep ik al een paar weken. Dit is mogelijk een weekcyclusbodem. We weten het niet zeker, daarom staat ook een vraagteken. Want de Double Stochastics heeft dit nog niet bevestigd. Wanneer wordt het bevestigd als we die rode bar hier uitnemen? Kijk, deze rode bar, dat is een solide rode bar. Die maakt nieuwe los. Daar zitten dus shortsellers in. Die short sellers, die zullen hun shortposities sluiten als we hierboven komen. Dit is waarschijnlijk hun stop. Uh, daar zijn we al een aantal keer geweest. 1, 2, 3. Elke keer weer naar beneden afketsen. Um, het ziet er gewoon vrij zwak uit. Sterker nog. Als dit de week is, is dit waarschijnlijk de dag, één cycle. En die lijkt hier al zelfs gebroken te zijn. Dit dus lijkt dus al een bearish dagcyclus te zijn. Dat betekent dat dit top is. En dat we uiteindelijk nog lager gaan. En waar zou je dan met het zilver naartoe kunnen gaan? Dat heb ik ook al lang geleden aangegeven. En dat is deze stippenlijn, Het ligt de zone rond de 19 à 18 dollar per ounce. Um, dus er is nog wel wat potentie naar beneden dus ik vind de edelmetalen helemaal niet bullish uitzien ik, ik, zie, ja, ik mis blijkbaar iets als ik dan bullish commentaren zie ook technisch gezien ik zie het gewoon niet ik zie het alleen uh, volgens nog bearish wanneer wordt het bullish heel simpel als we hierboven uitbreken en als we bij goud ook boven die vorige swing high uitbreken en tot die tijd is dit gewoon een bearish verhaal en als je dan toch iets wilt doen, dan zou ik eerder naar, aan de shortkant zitten dan aan de long kant. Nou, dan de laatste bitcoin. Uh, niet het mi minst in interessant. Um, er is een bodem gezet. Er is een bodem gezet. En dat ligt rond die 17.700. Nou. De vraag is natuurlijk: wat is dit voor een bodem? Eh, het is een dagbodem. Nou, dat, dat zien we. Dat is, uh, dat is niet zo heel moeilijk. De vorige komt van hier waarschijnlijk. En uh, dus dat is een, een dagbodem. Nou, maar dat is niet zo de interessante vraag. De interessante vraag: is dit nou de weekbodem? En is dit dan ook de ultieme bodem van de vierjaarscyclus? Eh, want als we even hier de, sorry, de maand. Erbij pakken. Zo. Dan um, willen we natuurlijk weten: is hier een bodem gezet die, we, die vergelijkbaar is met zeg maar, deze, deze bodem? Want dit is de top van, de, van deze VIA-cyclus hier. Dit is de top van deze VIA-cyclus. En dit is de top, dubbele top, van deze VIA-cyclus hier. En de vraag is: waar ligt nu de, de bodem? Is de bodem al gezet? Nou, er is een, een interessante uh, overeenkomst. Kijk, als we hier kijken van top naar bodem, 14 bars. Top naar bodem, dicht, um, dit is, ja, 1 tekort. Even kijken, ja, 12 bars. Tel ik dat nog goed? Ja, 12 bars. En als we nou datzelfde doen vanaf hier. dan zitten we nu op 7 bars. Dus als we even uitgaan van 13 bars. dan zitten we eind november, begin december. Dat zou misschien de bodem kunnen zijn. Dan zitten we, uh, hebben we dus, dus nog even wat te gaan. Dat wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat wij nog heel veel te gaan hebben. maar dat dit misschien nog ietsjes te vroeg is. Nogmaals. Uh, we hebben hier maar een beperkte historie. Het is wel opvallend dat um, de vorige twee top naar bodem, dat dat rond 12 à 13 bars waren. Maandenbars, wel te verstaan. Opvallend ook, kijk even met me mee, van de bodem naar deze top uh, 35 bars. Even opnieuw tekenen. 35 bas van de bodem naar deze top 35 bas. Nou is toch een interessante overeenkomst. Ik wil niet zeggen dat dit um, weer zo gaat gebeuren, maar we weten het nooit. Maar als we dit even doortrekken, dan zou dat betekenen dat we dus nog een maand of zes te gaan hebben in deze bear market. Dat nogmaals, het wil niet zeggen dat wij heel veel lager gaan. Um, het kan best zijn dat wij um, ja, nog een beetje gaan rond, rond, heen en weer, sudderen als het ware. Uh, natuurlijk wel een lagere bodem neerzetten, maar het hoeft niet dat we naar de 5.000 gaan of zo bijvoorbeeld. En als we dan een bodem maken en we pakken even dat parallel erbij, dat we dan weer 35 maanden per saldo opwaarts kunnen gaan. Maar normaal ga ik uit van een beperkte historie. Die hoeft zich niet zo te halen, maar ik vind dit op zich wel een leuke vergelijkenis. Uh, waar we een beetje wat, wat, wat mee kunnen... En dat betekent eigenlijk dat ik niet geloof dat de bodem van deze bear market al gezet is. Um, de huidige weekbodem, of weekcyclus, loopt nu, even kijken, 20 bars. Dus dat is op zich wel een mooi gemiddelde. Dus het kan goed zijn dat de weekbodem, de weekbodem, dat die wel gezet is. Nou, laten we even kijken, als we nou hier zeggen de weekbodem is gezet, en we zetten hier 20 weken erbij, um, 20 dan zitten we op eind oktober. Nou, laten we even een, een cycle maken van uh, 24 bars, dan zitten we op eind november. En dat is nou toevallig, nou net de periode waar ook die maand weer netjes uitkomt. Dus ik denk dat, als dus ik zo even bekijken dat, dat we een goede kans maken op een weekbodem. Waarom ook? Omdat we op weekbasis behoorlijk onder die MA20, MA80 zitten. Uh, sorry, de, de MA200. Dus de MA200, die heb ik al, uh, al uh, wat, uh, wat vaker laten zien, hè, dat we in die zone zitten. Um, en als je op dagbasis bekijkt, zitten we ver onder dit gemiddelde. En dit is, moet ik even dubbel checken nou, dat ik hier... Niet per ongeluk. Dit is wel de MA80. Ja, dat is de MA80. Dan zitten we hier behoorlijk onder. We, zitten, we zaten hier behoorlijk eronder. We noemen dat dubbel space eigenlijk. Dubbele afstand. En dat is vaak een, een beginpunt van een wat grotere bodem. Groter kwartijd. tijd. Dus de kans op een weekbodem is denk ik vrij reëel. Uh, maar ik niet, denk niet dat dit de laatste weekbodem is. Ik ga ervan uit dat dit de ene laatste is. Dus dat we nu in de laatste gaan dat we nu in de laatste zitten. En dat betekent dat we zeg maar een, een potentie hebben. Um, denk maximaal. Naar dit niveau. Onderkant dus. Dus eigenlijk zeg maar eigenlijk in een soort zone. Tussen 25 en 28. Dat we daar een. Uh, een, een top gaan zien. En dat we uiteindelijk. Een lage top gaan zien. En dan. Um, in de zone. Dat laat ik jullie ook even zien. Zetten we even hier stippenlijnen neer. Dus dit is die 20, zeg maar. Dat we uiteindelijk in deze zone de bodem gaan zien. Hier. En ik verwacht waarschijnlijk ergens, ergens hier. Tussen 15 en, en 12.000. Dus dat betekent dat je het grootste stuk hebt gehad, maar dat er um, nog wel wat, het grootste stuk als we vanaf hierboven meten natuurlijk, uh, maar dat er nog wel wat kan, kan komen. Um, dus dat is, dat is in, in die zin interessant nieuws, want um, we zitten nu in de laatste fase. Ik heb ook aangegeven wat ik doe, dat ik dus gestaffeld hier orders inleg. En dat, dat, dat doe ik dus ook al zeg maar rond die, die 18.000, want het is heel simpel. Ik weet niet precies waar die bodem zit, maar er zijn voldoende aanknopingspunten dat we nu in de laatste fase van de daling zitten, maar dat die fase per saldo nog wel even een paar maanden kan duren. En dat, de, dat die low waarschijnlijk niet rond die 18 of 20 zal liggen, plus minus. Waarom niet? Dit ziet iedereen. En ik heb dat al bij de Dow aangegeven, als iedereen hetzelfde ziet, daar gaan mensen op sorteren En bovendien bedenk even: als jij Bitcoin um, believer bent, of jij je, je wilt Bitcoins kopen, het aanbod is beperkt. Wanneer uh, kun je grote hoeveelheden Bitcoins kopen? Alleen als er behoorlijk mensen Bitcoins willen verkopen. Dus je moet ervoor zorgen dat de, de obvious levels, hè, dus die, die 18, die 20, dus deze hier. Dat die in principe worden gebroken. Want dan komen de stoporders vrij. Nou, en Nu hebben we gezien dat dit niveau hier. Dit hier. Dat dit even heeft standgehouden. We hebben even een overschoot gehad. Maar we komen nu terug. Er zijn best wel meer wat mensen die zeggen. Ja, kijk, de bodem is bereid. Die gaan hier kopen. Wat moet je doen? Je moet er zorgen uiteindelijk dat uh, A. Je moet ervoor zorgen dat er nog meer wordt gekocht op de weg omhoog. En dan moet je proberen dat, we, dat je hier weer gaat offloaden. Hier weer gaat verkopen. En dat uiteindelijk hier mensen in paniek raken. Dat ze zeggen: Ja, nu houdt het gewoon op. Ik heb hier nog een poging gewaagd. Nu geloof ik er niet meer in. Dat we ook op Twitter en andere media lezen: Nou, Bitcoin is helemaal doodverklaard. Voor de zoveelste keer dat er geen interesse meer is. Vooral ook voor mensen die hefboom gebruiken. En dat is het moment um, waar echt de bodem in zit. Er is mij nu nog te veel. Optimisme, te veel hoop. Uh, ik wil zien dat men echt zegt: ja, de Bitcoin is gewoon dood. Ik wil een beetje zien wat Jim Kramer zegt: uh, het duurt minimaal jaren voordat Bitcoin naar de top komt. Maar hij is gewoon een, een contraindicator. Als je precies het tegenovergestelde doet wat hij zegt, dan word je echt rijk. Maar ik wil zien dat meerdere mensen dat zeggen: dat, dat heel veel mensen zeggen: ja, Bitcoin is, is niks, was niks, wordt nooit x, nooit, nooit iets. En dat is het moment dat de bodem gezet wordt en volgens mij is het moment nog niet aangebroken. Dus ik ga ervan uit dat wij in de komende weken per um, saldo nog wat terrein kunnen, uh, terreinwinst kunnen boeken, koerswinst kunnen boeken. Um, maar dat dit zeg maar gestaag zal zijn, dus een beetje op die manier. En dat we dan een laatste beweging omlaag krijgen, die kun je weer mogelijk aan de shortkant gebruiken om dan vervolgens later in het jaar de bear market low te zetten. Um, en dat we dan een beweging krijgen die uh, langere tijd, en we hebben gezien misschien wel 30 maanden, uh, 2, 2, 3 jaar, zo'n beetje opwaarts gaat, uh, gaat lopen. Goed, wij zijn er weer doorheen. We hebben alle uh, scenario's, alle markten besproken. Ik wens jullie een... Um, Succesvolle tradingweek toe en wij zien elkaar dan volgende week zondag weer terug. Tot dan!